Ja, het is te zeggen eigenlijk onze goede vriend Nonkel Jurgen. Ik heb al van alles geprobeerd. It's a small world en wordt eens wakker van soms mijn hart, maar het helpt eigenlijk niet echt. Ik denk dat hij er heel veel zin heeft vandaag. En voor ons favoriete parksken, wie weet. Ik heb geen idee. Maar ja, we gaan kijken. Ja, er komt beweging in de tent. We geven niet op, hè, man. Kom maar. Wacht. Ik kijk naar de tent. Wacht even. Ik ga jullie meepakken. Exclusieve beelden. Dat is hier. Onkel Jurgen. Hè? Onkel Jurgen, dat is de tent van een onkel Jurgen. Hier gebeurt het allemaal. En heeft deze nacht gesnurkt tot geen naam met. We gaan een keer luisteren naar het nou wakker is en mensjes. Onkel Jurgen. Goedemorgen. De kijkertjes vragen of je al wakker bent. Nee, niemand wakker zoals dat je ziet. En ik denk dat ook Jurgen in een diep hol gekropen is of zo. Want ja, geen beweging, mensen. Goed, ik denk dat jullie het met mij gaan moeten doen vandaag. Allee, of toch even alleszins, want. Kijk, onkel Jurgen zit in zijn nolken, in zijn tentje eigenlijk. En ja. Dus hij aan het slapen niet. Dus ja, kijk weer in onkel Jurgen proberen. Welkom bij Vitanimo Vlogt. En vandaag, beste mensen, een nieuw pretparkje. Jawel. Ja, ik probeer hier het dak over te nemen natuurlijk. Dus ja. Vandaag gaan we naar een heel plezant parkje. Maar eigenlijk weet ik stiekem een heel klein beetje misschien waar we naartoe gaan. En ook Jaren ziet dat volledig zitten. Dus zeker abonneren en liken op deze video als je het leuk vindt. Moet ik nog zeggen? Ja, onkel Jurgen is waarschijnlijk vermist. Als je hem gezien hebt, wat zou ik geven als losgeld? Wat kunnen we aanbieden? Ah ja, voilà, zeg ik. Als je onkel Jurgen terug kunt vinden, krijg je van mij deze vlagjes. Deze vlagjes. En ja, laat het weten, hoe ziet hij eruit? Is het getalenteerd? Ziet het eruit? Maar kijk, ik ga jullie laten, want ik hoor hier wat roepen, dus ik ga een keer moeten gaan kijken. Misschien is het hem wel. Spannend. Tot zo dadelijk. Hoi, goeiemorgen. Hier onkel Jurgentje. We zijn op weg naar een nieuw parkje met meneer Jeffrey. Ben je klaar voor Jeffrey? Zeker? Ja. Wel, eigenlijk gaan er nu veel mensen mij niet begrijpen en zeggen een breuk schrikken naar het parkje waar we nu aan het wandelen zijn. Want eerder heb ik al verschillende keren gezegd dat ik dat park een klein beetje haat. Haat is een zwaar woord. Misschien gaat er nu wel een lampje branden. Ik was hier een paar jaar terug. En ik had toen geen goede ervaringen in het park. Maar Jeffrey is hier nog nooit geweest. Dat is de eerste keer voor mij. Ja. En ik dacht, ik ga mezelf toch een keer opofferen voor die brave jongen of die brave man. En toch mijn verstand op nul zetten. En dit park een nieuwe kans geven. Ja. Dus ben ik wel benieuwd of dat gaat lukken. Maar goed, voor zij die het nog niet doorhebben. We zijn in... Walibi Holland! Joepie! Komt dat overtuigd over dan enthousiasme of is het eerder gemaakt? Maar goed,
Iedereen verdient een tweede kans. Ook Walibi Holland. Daar doen we ook, hè. En dus benieuwd, maar het gaat geven. Het ziet er naar uit dat het niet zo druk is vandaag. Godzijdank. Nu hopen dat ik nog binnen geraak, want ik had nog geen ticketje. Maar we zien wel, en ik zie jullie, of wij zien jullie, eenmaal we binnen zijn in dit park. Doei! Hey, hey, hey! Jeffrey, we zijn binnen in Walibi Holland. Ja, ja, ja. Wat is jouw eerste impressie of eerste indruk van de Main Street? Kijk, de Main Street. Ja, leuk, leuk, leuk. Heel leuk of leuk? Ja, bijzonder. Wat moet nog tot jouw inkomen, basic? Hier vind ik dat wel mooi qua teaming. De vorige keer vond ik dat ook wel hebben. Ja, dat, hier vind ik het wel leuk, maar ik ben hier nog niet geweest sinds dat Hans het park wat geroutineerd is. Oh, ik had daar wel een beetje een oordeel over vooraf. Maar ik ga dat op mij laten afkomen en een keer live bekijken. Misschien vind ik dat hier plotseling een toppark, kan ook. Maar goed, we gaan verder het park in. Een bar, dat is een koffiebar. En pintjes ook gelijk. Ja, pintjes, kijk. Ja, wel mooi, hè? Ja, dat is wel mooi. En dat vind ik hier wel goed gemaakt. Ja, leuk. Is dat nieuw? Was dat vernieuwd hier of niet, denk je? Vernieuwd. Is dat je geweest bent? Nee, dat was zo al. Dat was zo? Ja, dat was al zo al. Dus dat was het eerste stuk dat ze gedaan hebben. Als ik nog kijk, het was all dream. Wel leuk. Ja, ik vind dat hier die dat regengebied vind ik wel leuk. En dat heeft wel iets, dat vind ik wel mooi. Maar de rest gaan we uitzoeken. Terug hier en Jeffrey die is ook uit de attractie gestapt. De welke? De platform 13. Express, ja, platform. Ja, ja. En? Wat vond ik ervan? Leuke wachtrij, thematisering. De attractie op zich leuk, maar de baan vind ik niet goed. Dus de eerste ride niet mijn favoriet. Oei. Niet zo soepel, dus niet zo leuk om het gevoel voor in te zetten. Maar wel leuke attractie. Moesten ze dan een keer wat onderhouden, zodat dat misschien beter zijn. Maar op zich, al de rest, leuk maar aan op naar de volgende! Ja. Nou, heerlijk gevein, Benny. Ik vind dat wel iets zelfs doen. Waarom? Dat is niet afgelopen. En waarom niet met zo'n plastic vast? Eigenlijk is Jeffrey hier aan het praten, maar ik weet het niet wat hij zegt. Hij is gewoon aan het horen, ratel. Maar in de boog gaan een keer daar gaan kijken. Ja. Ik ben op fatale botsingen. Ja, ik weet dat Jeffrey dat je er zo dan rond moet kijken, eens keer dat je er bent. Maar Dat is wel ver van elkaar, dat is wel waar. Ja, dat klopt. Maar ja, dat is nogal wat mee. Maar hier was ik wel benieuwd naar wat ze hiermee gedaan hadden. Dat is inderdaad wel speciaal. Ja, het wordt alleen maar speciaal, Jeffrey. Zou je vast een zetel om te doen? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik weet niet wat dat nou was. Ik wel. Wel, vroeger heeft er mij ooit eens iemand gezegd, is dit niet mooi, dan is het kunst. Dat is kunst. Ik kan het wel, ik zou niet kunnen maken als het is een maar ik ook niet, maar... Het is wel speciaal, want ik snap niet hoe de... Ja, het is speciaal. Dus... Dat blijkbaar wel nog een leuke attractie. Bij ons, als we zeggen het is speciaal, wil dat meestal zeggen dat het op geen tuten trekt. Maar goed, gaan we erop of niet? Ja, is goed. Ja, we gaan erop. Tuurlijk, we gaan alles doen wat we kunnen. Hè. We gaan alles doen wat we kunnen. Voilà. Ik ga wel veel, als ze open is, de mensen van de juiste dat niet gevonden, Single Riders Line. Ik vond dat wel redelijk lang duurde, maar ik denk dat dat is als dan waar mijn eentje gaat rijden. Ja, want het is misschien ook omdat dat de eerste attractie is die tegenkomt, dat er veel mensen die eerst nemen. Nemen, hè, ja. Ik denk dat dat wel logisch is. Kan ook wel. Ja. Gemiddeld was het 5 minuten zoiets. Ja. Ik zie daar een lege boot op passeren, dus dat is positief. Ja, dat is
heel rustig. Maar we gaan dus een rapidje doen. Om even nog meer koud te hebben dan wat we nu al hebben. El Rio Grande. Schalen, man. Zeg, ja. Street Art, hij noemt het eigenlijk. Dat is eigenlijk de eerste naam, Street Art. Walibi Holland, een feest. Ik ben positief. Er werd mij gevraagd om positief te zijn. Daar ben ik. We gaan de rap het op. Kom maar op de rap het. Vind ik wel mooi. Maar positief blijven. Die lampjes ook, die lampjes. Ja hoor, die lampjes. Het zijn gewoon lampjes. Maar goed. We gaan blijven dansen nu dat we nog niet af zijn. We zijn terug uit de Rapids en Rio Grande. Kort baantje, ik had het nog nooit gedaan, maar wel leuk. We hebben twee ritjes kunnen doen. Ik snap nu eigenlijk ook een beetje de teaming. Al die verfklodders enzovoort. Ah, ik snap het. Het is hier gewoon eigenlijk een soort van painting shop die hier zo gezegd is. En dat is eigenlijk allemaal ontwerpen die painters doen of schilders doen. Ik snap het en nu vind ik dat eigenlijk wel nog wel oké. En de teaming van de rapid zelf vind ik ook wel oké. Dat is wel leuk dat je een keer iets snapt. Den Jeffrey vond dat ook wel leuk. Vond dat zelfs heel leuk. En we hadden ook even het gevoel dat ze hier werken met wietgeureffecten. Geen idee, maar het was twee keer dat we op de rit onder een brusje kwamen dat we zo de geur van wiet hadden. Ja, maar het zijn dus het ligt daar aan de zijkant. Ja, maar denk niet. En dat trekt hier ook, dus dat zal... Vaai dan misschien... Kan niet, hè. Typische misschien plant. Misschien is hier wel een wietplantage onderweg. Nee, ja, geloof ik. Ik heb het opgelet. De tweede keer dat we geweest zijn. Ik zit een keer wel weten van iemand. Ja, je weet, laat het in de comments weten. Maar hier heb ik van dat kant laten zien. Nee, het was daar. Nee. Ja? Ja, het was daar. Het was die andere brug. Hier ligt het een bruis en aan de andere kant ligt ook even een bruis. En volgens mij is het daar wel een plantage. Ik kan zeggen, maar we gaan een stapje verder dan ze zijn. Hè. Jeffrey is terug op ontdekkingstocht. Ja. We gaan richting een achtbaan. Ja. Die mogelijk wel niet open gaat zijn, heb je gezien deze ochtend op de app. Wat is die achtbaan die daar staat? We gaan dat zien. Tot straks. Plassen doe je hier zo. Ja. Ach, ver meneer. Hoe lang je moet terugkeren? Want het is een beetje tijd. Ja. Zo, ja. Dat is zit het een beetje goed? Ja. Dus eigenlijk kun je er goed tegenaan. Dat is goed, voor Condor te trotseren. Ja, ik ga dat wel doen. Donker Jurgen zal voor de rustzak zorgen. Again. Ik ben benieuwd. Dus wacht, Jeffrey, heb je nog iets vergeten? Heb je een luggage pass? Wat? Een luggage pass. Wat is dat?
Maar iedere keer dat je jouw bagage aan mij geeft om voor te zorgen dat je zo betaalt. Ik verkoop dat voor 30 euro. Geen hand, een parkkuit. Nee, is niet goed. Je weet? Maar goed, geniet ervan. Ja, bedankt. Hè. Film maar een beetje. Ga ik doen. We zijn uit de Exotic World gekomen en ik was wel benieuwd een beetje naar de teaming. Ik had daar wel een beetje een vooroordeel van, maar Exotic World heeft van mij wel veel punten, want ik vind het eigenlijk wel een goed geslaagd themagebied. Ik had het nog niet gezien de vorige keer dat ik hier was, een aantal jaren terug, nog voor een tamed hier stond. Dus ik vind het eigenlijk wel, vind het wel mooi, gezellig. Ook de hacienda, we zijn ook eventjes gaan piepen in de toiletten met de disco. Maar we wilden nog een keer proberen om te vloggen, maar het werkte niet meer. Waarschijnlijk omdat er daar te veel op gedrukt wordt, zet er daar een timer op. Maar straks gingen we nog terugkeren om hier iets te eten of te drinken, we zien wel. Maar we gaan een nieuwe themazone in, Speedzone. Maar de Speedzone, ja, ik had daar al dingen van gezien en ik vond dat niet top. Maar ik ga het nu ook ondervinden en ik heb het goed bekeken. En Jeffrey gaat terug. Goliath misschien trots hier. Ja, dat is hier wel. Dus we zien wel. Maar Jeffrey heeft ook El Condo gedaan. Hij vond dat de max, hè? Ja, ja. Ik vind dat het zijn daar nieuwe ribbeels of sneeuwkarkens. Ik vind dat heel soepel, heel leuk. De snelheid erin, fantastisch. Ja. Ik vind dat helemaal zijn dat het een goede attractie is. Ja, voilà. Goede punten scoren ze hier wel op in Holland. En ik moet eigenlijk nu al zeggen dat mijn mening moet herzien. Ik zei vroeger altijd een drie-letterwoord voor het park. Ik ga dat drie-letterwoord tot nu toe ga ik het al laten vallen. Ook het personeel, super vriendelijk. De vorige keer had ik daarheen zo goede ervaringen mee. Maar goed, we gaan de Speedzone binnen. Jeffrey, gaan we gaan speeden? Ja, dat is apart iets. Ja, top. Kijk, details op de vloer. Ja, kijk eens. Hè. Formule 1 wagentjes. Ja. Spelletjes, Jeffrey, dat doe jij graag. Hè? Ja. Zo'n grote beren, man. Come on, Jeffrey. Amai. Hier, linear. Dat past niet meer in mijn auto, hè? Nee. Het is wel een leuk spelletje, dat, hè. Hier, die auto is heen, toch? Ja. Vond je vroeger wel in veel parken zo te dingen. Maar goed, we gaan Speedzone verder ontdekken. Zitten, man. Als dat niet goed is, dan kan ik gewoon een foto van krijgen. Hè. Zo leuk, man. Ja, man. Jeffrey is in ieder geval zeer enthousiast. Ik kwam net van Goliath en hij is al lopend teruggegaan. Hij maakt gebruik van de Single Riders. En, ik denk zo wel een beetje dat dit wel eens zijn nummer 1 achtbaan zou kunnen worden.
Ik heb er nu niet in geweest. Ik ben er de vorige keer in geweest toen ik hier was. Dat was zo'n jaar of vier terug. Toen vond ik dat ook een zeer leuke achtbaan. Nu over de teaming van Speedzone. Ja, vind het Exotic World vind ik wel beter. Voor de mensen die mij een beetje kennen, hou ik wel van teaming en sfeer in een park. En ik moet eerlijk zeggen, de vorige keer vond ik het eigenlijk vooral een mengelmoes allemaal van teamings door elkaar. En ik vind het eigenlijk al een pluspunt dat men nu echt gaat werelden heeft gaan creëren hier in Walibi. Dus ze scoren hier veel meer punten tot nu toe dan de vorige keer dat ik hier was. Speedzone is niet zo echt mijn thema, maar ik vind het wel, ja, vind het wel geslaagd, leuke details. Ja, ik vind het eigenlijk wel savan, maar Exotic World vind ik tot nu toe nog wel zeer leuk eigenlijk. Benieuwd wat de andere thema's ons, wat ik daarvan ga vinden, maar dat zien we dan later weer. Maar eventjes wachten op Jeffrey, die hier nog een keer op Goliath gaat. Ja, ik hoop dat hij... plezier heeft in ieder geval. Ik denk dat zeker, ik ben daar zeker van. Het is ook wel leuk dat het niet super druk is in het park. Je kan ook steeds gebruik maken van de single riders als je niet zo lang wil wachten. De uitgang is wel hier. Zalig. Echt, mijn momenteel. Voor mij persoonlijk mijn favoriete attractie, momenteel. Ja, en zei je ook iets, maar iets anders daarnet, zei je nog iets van... Ja. Dus, de eerste keer dat je eraf kwam, zei je van het is beter dan die... Ja, de Silver Star in Europa Park, moet ik de twee doen. Laat mij een keer weten wat je ervan weet. Maar ik vind deze wel echt de max. Dat is mijn echt wat in... Die attractie, het is lang, goed, veel snelheid, soepel, alles wat aan de achtbaan moet en het is de maximum. Het is comfortabel en geen enkel moment meer onveilig gevoeld. Het is gewoon dat, is top, hè. Ja? Jawel? Nee? Ja? Nee, ik durf niet. Jawel, ik durf wel. Nee, ik durf niet. Maar ik durf wel. Nee, dan moet ik het anders op Instagram posten en de mensen moeten stemmen, dan moet ik het doen of niet. Nee. Jeffrey, kom aan. Ik ook. We zitten bij twee die auto vrezen. Dan mag dat zelfs. Oeh? Wat? Ben je ziek? Nee. Wat op dat? Klopt iets niet. Wat klopt er niet? Niet als echt dat je erin wilt. Maar ja, alleen je moet dat toch een keer gedaan in het leven. De max. Oh, let's go. Voor een ijsje. Nee, zelfs niet voor 20 ijsjes. Oké, 20 ijsjes. Nee, zelfs niet voor 20 ijsjes. Oh. Dat is wel gek. Ja, Jeffrey op de Untamed. Ja. Ziet zet, man. Stoom. Ik ben wel benieuwd. Beter hij dan ik. Ja?
Ja. Okay. Is dat heftig misschien? We gaan, is dat Schelder? Je hebt hem hier voor Schelder, nee? Ja, Gent voor Schelder. Of misschien moeten we ook op de koffiekopjes zetten. Ah ja, dat is goed. Maar we gaan eerst op de Reuzenrad. Ja, eerst rusten en dan op de Evelien. Ja. Hard gaan, jongens. Oh. Hard gaan, is hier een fastpass ingang of een single riders? Oh, maar dat is echt wel nog hoor of niet in ja? Slagharen, denk ik. Ja, hey, maar ik ga wel kakka broek doen, hè, weer. Hè? Dus we gaan op de Reuzenrad. Jeffrey had toch weer alles vast om. Maar goed, we gaan op de Reuzenrad. Hey! Hey, we zitten met de Reuzen. Het is hier Reuzen. Heb je daar Reuzen op? Oh, maar dat gaat hoog. Ja, wel iets voor vast, ja. Nee, maar niet over beginnen. Nee. En zeker niet beginnen kennen ze ook. Kijk, voilà, begin al. Maar zeker niet beginnen over de roestigheid aan dingen enzovoort. Oh, dat is normaal. Hè. Oh my god, dat is hoog. Jeffrey, wat nog? We zijn halfweg. En dat stel ik aan wasten. Ah, oh, nee, niet doen. Nee, ik ben daar net in geweest in dat kasteel. Ja, ik weet het, ik ga niet veel kijken. Dat is gewoon, hè? Ja, Merlin's Magic Castle. We zijn aan de helft. Ja, we zitten nog maar aan de helft. Magic Castle. Oh, de oldtimers rijden. Jee, dan kun je best tevreden. Oh, dat blijft weer bij Bloem. Oh, ik zie de splash. Oh, ik zie mijn auto. Oh, het wordt stif. Ik heb mijn kap opzetten. Oh, Jeffrey. Slingeren, dat ziet er wel goed. Ja, ze is goed slingeren. Ja? Kon niet te veel kijken. Jawel, daar. Kijk, we slingeren de mensen. Ik ga proberen te kijken. Ja, daar. Ik zie de Wild River. Omdat er iemand beneden een opleiding was, als een hele persoon. Nee, niet jou. Niet zijn. Oké. Kaka broek. Kaka broek. Ik vind me veiliger in deze dan die andere. Ja, ik een beetje. Omdat er echt ook bakjes zijn. Ja. Of zo. Ja. Het is wel mooi. Ja, heel mooi. Dat zou je dat mijn kap op hebben, want het is omdat er veel niet, maar een beetje wind is. Ja, en misschien moet ik hier ook een keer zeggen wat ik van de wilderness vind. Ik vind dat, maar ik ga het straks zeggen, twee te veel. Oeh, allemaal, maar ik ga eruit, totdat we weer beneden zijn. Maar ik hoop dat we boven de stellen staan zijn. Dat gaat ik. Maar goed, het komt. Dag. Zo, we zijn eventjes terug uit dat Reuzenrad hier. Maar ook hier een beetje verborgen de theekopjes. Maar ik ging eigenlijk zeggen wat ik van de wilderness vind. De teaming ervan, ik vind dat eigenlijk wel leuk, aangenaam, tof, chic. Hey. Ja, hey. Ik vind dat leuk, ja, absoluut. Ja, maar we gaan nu naar het nieuwe themagebied die nu recent aangepakt is. Ik ja? Ben even de zone vergeten. Het is iets met zone. En we gaan daar terecht en er hangt daar ook een verhaal aan vast, die ik jou ga vertellen, Jeffrey. Ja, vertel maar. Ik ga het dan vertellen, als we een keer doorgelopen zijn. Oké. Okay. En daar hebben ze een splash. En ook een nieuwe speeltuin voor kindjes. Ja. Oké. Okay. Dit was niet altijd een printje. Kijken naar de Zero Zone. Ja. Blijven kijken. Ja, mensen,
Walibi Holland wil eigenlijk terug een gezinspark worden. En dan zou je denken dat men hier wat attracties gaat plaatsen voor kinderen. Wel, dat is hier de laatste aanwinst die je net gezien hebt, dat klimrekje hier. En dan plannen ze de volgende attractie terug een achtbaan. Dus ja, ik denk niet dat daarmee de gezinnen hier sterk gaan terugkeren. Maar goed, ik vond het wel grappig. We zijn nu in de Zero Zone. Ik weet niet wat dat hier allemaal is. Hè. Maar we gaan weer nat worden. Het is tijd om een splashje te doen. En we gaan even zwemmen, want we gaan weer allemaal nevel op poes komen. Hey. Jeffrey de Visser, hij verschoot. Ja, ik ga drie keer. Ik weet dat dat gebeurt. Ja. Maar we gaan op de splash. Eigenlijk dezelfde baan, normaal gezien, dan Walibi België. Ik heb hem nog nooit gedaan hier, omdat de vorige keer dat ik hier was, wat te veel volk was. Maar die gaan we nu trotseren. En Jeffrey zit van voor. Ja. Oei oei, Jeffrey. Ik weet dat hij weer elektrische pannen had in zijn. Ja, wauw, de maximum. Ze gaan hier een keer in de technische dienst moeten laten komen. Ziet dat aan. Kabeltjes. Maar goed, ik zie jullie terug na de rit. En hopelijk met een niet te nat pak. Tot straks. Een beetje nat. Haha, het was wel leuk. Ja. Ja. Ook ik vond hem wel. Allee, moet zijn. Van de wel soepel. Zit er zo'n knik zijn of niet? Ja, ik vond hem wel. Wat is het zelf nog bij Walibi België? Dus eigenlijk zit het track wel een beetje gewoon. Maar qua teaming, ja, ik vond ik wel. Met die vernieuwing, ça va. Die stond er weg misschien een beetje. Niet wauw, maar. Wel redelijk goed gedaan. Maar het was wel leuk, ja, daar kom je zo wat bedutterend over. Eigenlijk was het wel leuk. En ja, nat. Maar ja, het is wel niet zo warm vandaag, anders zouden we 30 ritjes maken, denk ik. Maar vandaag dus niet. Misschien straks nog een keer. Ja. Maar Jeffrey is echt nat. Ja, alleen. Ja, het was wel grappig dat Jeffrey niet door had dat we achteruit gingen. Dat was wel grappig. Gelukkig heb ik een jas mee, hè? Ja, ik niet. Dat is wel van dat ik al achter mogen zitten.
Jeffrey, er schiet niets. Kun je dat zien? Jeffrey. Ja? In geval van nood, breek het glas. Ja, ik heb juist een euro nodig. Hey. Ja, allemaal kom wel hier tegen in Walibi Holland. Allemaal kom wel hier tegen. Jeffrey, die is op Lost Gravity en ik wil daar nog eigenlijk wel nog iets over zeggen. Want toen ik hier voor de eerste keer kwam, vond ik dat deze achtbaan wel een heel leuk team was. En het eigenlijk niet zo mooi was dat dat eigenlijk niet één gebied hier vormde. Dat hebben ze nu wel gedaan en eigenlijk vind ik dat een hele verbetering. Ik ga nog niet zeggen dat ik van alles heel wild word. Maar in ieder geval... eventjes mooi even naar de mensen rondom mij. In ieder geval is dat een hele verbetering, maar hoe dat ik het de vorige keer heb ervaren. Dus terug, pluspunten voor Walibi Holland, joepie! Dus een broodje, kebab of broodje pita. En met een blik erbij en daar betaalden wij hier €7,95 voor. Ja. Lijkt mij wel een schappelijke prijs. Nu benieuwd of dat ook wel een lekker smaak. Dus het zal ook wel lekker zijn, denk ik. Kan ik hier een eerste hapje nemen? Ja, pita. Normaal, hè? Jeffrey. Ja? Weinig gedaan met eten. Wat vond je van de pita? Maar qua porties vind ik het zeker goed. Jammer dat het alleen koud was, de groenten. Het vlees was koud. Ja, het vlees was niet warm. Nee, laten we zeggen low. Ja, low. Low. Niet koud, maar low. Maar anders vond ik het wel een leuke combinatie. Je krijgt saus bij die voldoende is. Bediening. Is mij niet zoet. Persoonlijk normaal niet zo stoer, maar ik snap Jurgen wel. Ja, want de bekijkers van de vlog weten dat nog niet echt, he, want ik vond dat zo met die mevrouw aan de kast zo'n beetje koeltjes was. Dat zo niet zo een welkom gevoel eigenlijk, maar dat is maar een klein detail. Maar eigenlijk vond ik het lekker. Jeffy ook? Ja, dus zeker lekker en zeker voor die prijs ook qua prijskwaliteit is denk ik oké. Okay. Ja, Jeffrey, ben je klaar voor de rest van het programma? Want jij hebt van het park beter, maar je hebt Lost Gravity gedaan. Ja, ik vond het heel goed. Het staat daar ook zo'n ook een bus in de wachtrij. Allee, waar ik toch binnen aan ben, ik weet niet of dat in de wachtrij zelf staat. Er staat een bus, je kunt erin gaan. En als je kijkt op de voorkant van de bus, kun je nog ineens in met de chauffeur. En er staat ook een scherm die eigenlijk nog een keer toont wat er allemaal aan de hand is eigenlijk. Leuk attractie. Maar... topervaring dus, maar we gaan op naar de volgende. Misschien komt er nog wel topervaring af.
Zero Zone. Ja, we zijn Zero Zone uit. Wat vind ik ervan? Want het is nieuw dit jaar. Ik vind het wel oké. Beter dan dat het voorheen was, dan de vorige keer dat je was. Ja, vind ik het geslaagd. Ja. Ik vind het wel redelijk. Ik vind het wel redelijk mooi. Ik vind het wel goed. Maar hier zitten we nog in het kindergedeelte. En dat moet nog aangepast worden, denk ik, in de toekomst. Maar goed, we gaan naar het laatste deel van het park al reeds. En dan gaan we eens zien wat we nog extra gaan erbij doen. Want de tijd dringt. We hebben nog een paar uur te gaan. Jeffrey vindt het kidspark hier leuk. Als kind zou ik dat leuk vinden, maar het is nogal leeg op dit moment. Ja, die staat in Walibi België ook. Dat staat ook in Walibi België. Ik denk dat graffiti shuttle is dat. En dat staat ook in Walibi België. Ik denk dat ze er 12 in een dozijn gekocht hebben in de tijd. Toen het nog Six Flags was. Maar goed, hier vind ik dat wel een beetje, ook als oude volk zijn, een beetje sfeerloos eigenlijk. Nu komt mijn gevoel van zo ver terug, eventjes terug. Bankjes in lekker verder nodig hebben. Nee, het is niet echt netjes hier. Maar we gaan verder, het kan nog veel beter worden. We gaan dat doen, hè? Elk in een bootje apart vindt. Wij zien toch wel de max. Hoe kun je dat niet? Ik denk dat je zes stappen verder gaat, dat je het niet meer de max gaat vinden. Waarom niet? Je zit hier zeik, maar dan ook zeik nat in die attractie. Dat maakt me niet uit, ik ga daar gewoon op. Ga je mee? Ik ga jou nat maken van een zeekant. Ga je echt niet mee? Nee. Ik ga er een keer over denken. Denk jij er ook zo over? De Jeffrey die wil hier op die waterspel, maar hij heeft me droog voor zover gekregen. Ik heb mijn poncho mee van Plopsland, die had toch ergens voordien. Dus gaan we daarop. En ik ga testen met mijn jas. En Jeffrey gaat testen wat zijn jas waterdicht is. Ik ga wel vragen of dat je de tas ergens kunt achterlaten, vrees ik. Ons gaat het wel niet goed. Ja, dat is ook waar. En nee, Jeffrey is in een Lundapark. Wat gaan we? Ik kan het alles zien. Ik ben hier niet meer raar. Zoals voorspeld, zijn hier de twee mensen in dat spel. Zijn de heer Jeffrey de Visser en ikzelf. En er stond meer publiek langs de buitenkant of op die attractie. Dus natuurlijk is dat leuk voor de mensen die naar buiten staan. Maar gaan ze een keer nat maken. Ja. Zegt een Jeffrey, doe je een poncho aan. Ik maak je nog sluikreclame voor Plopsa nog bovenop. Want het is een Plopsa poncho. En moet ik het wel weten? Ik ben nog nat. Zet hem in mijn in dat bootje, poepnat. Hij passeert onder een fontein, nat. En wie schuld is dat nu vandaag? Maar wie schuld is dat nu vandaag? De deze. Eigenlijk moet ik hem straffen en bij zijn oren trekken. Ah. En zeggen, houd er dan een keer op. Maar goed, was het leuk? Nee. Ga ik er nog een keer op als het morgen weer is? Ja. Oké. Maar ik had daarnet ook nog gezegd, eventjes terug naar de reality. Ja, deze zone hier en de zone die nog komt, is jammer dat die is nog niet echt aangepast. En dat vind ik wel niet, in de vergelijking met de andere zones, nog niet oké. Het gevoel van zoveel jaar terug komt eventjes terug. Dat het hier niet zo mooi is, dat het zo mooi onderhouden is. Maar goed, meer een deel van het park is dat wel. Dus wel goede punten voor Walibi. Kan niet anders of het is carouseltijd. Dus ik kan toch geen carousel laten staan zonder daarop te gaan. Terwijl dat Jeffrey Speed of Sound gaat uittesten. Zelfde baan een beetje of Bellewaerde, maar toch heel anders geteamd. Wil ik wel eventjes een ritje maken. Op de carousel, altijd fijn, altijd leuk. Yippie! Ja, ook hier draait de carousel rond, zoals eigenlijk in iedere pretpark, in iedere draaimolenpark, of je draaimolens. Dus dat is hier eigenlijk een beetje hetzelfde in alle parken. Nee. Alleen, waar is de spectaculariteit van zo'n attractie nu? Allee, kom aan, waarom draait het altijd rond en waarom gaat dat niet home allemaal aanpakken? Als je het weet, zet het in de comments, dan weet je het in ieder geval wel. Maar goed, we gaan hier een ritje maken op de carousel. Noko Carousel is terug aanwezig. Hoera, hoera, hoera. En heeft een lief in Bujumbura. Nee, dat is geen waar, dat laatste toch. Maar... Voor de laatste keer
dan nog een keer naar beneden. Leuk, hè? Goed zo. Dat vind ik zo leuk dan. Helemaal? Nou, heerlijk, als je daar een plaatsexperiment. Ja, wij gaan ons dasken hier afsluiten op de Rapids. Ja. We kregen nog een extra ritje, dat is altijd fijn om mee te nemen. Het is bijna 6 uur, maar we gaan nat worden nog een keer, denk ik. Ja, het is vandaag. Het is vandaag. Zeker, de laatste keer heel extra overgezet. Ja, oh! Huh. Sorry, oh! I love rapids. You love the rapids? Rapids? A rapid, No, I don't. Ah! Ah! I don't love rabbits, but I love rapids. We zingen weer aan de wiet, aan de wietbrug. Ja, dat is een keer. Ah, dit keer aan die medewerker. Jeffrey, de muur komt eraan en hij gaat voor mij zijn. Ja, het is zover. De lange douche. Oh, nee. Oh, nee. Je moet niet staan in de attractie. Nee, maar ik ga niet staan in de attractie. Je moet voorbij zijn. Je suis mon cap aan. Maar suis? Mijn cap genomen. Nee, nee. De vis kan naar temp en wat voor je niet naar de zwijf. Kijk, Dat is juist niet mijn broek en hats. Rappen, hè? We zullen nog een keer bij mij aan, mami. Visserke. Kijk, zie je. Nee, nee, het was het laatste ritje. Spieter, spetter, spater, zwemmen in het water. Oké, nee, de vesten moeten we verzetten. Ik heb een lekker hè. Stoer, hè. Oh, jammer, het letje is voorbij. Eigenlijk wel een korte rapid, maar ja, het is niet mis, maar het is ook niet just. Nee, ik bedoel dat niet, het is wel oké. Okay. We zijn aan het einde en we dobberen rustig het stationsgebouwtje in. En dat is daar. Dat is Jeffrey. Hey. Daar, achter Jeffrey. Daar. Leuk toch? Allee, salut! Zo, mensjes, we zijn hier het park uitgewandeld als laatste. Kom dat tegen onkel Jurgen als laatste uit Walibi Holland. We hebben nog een praatje gemaakt met een heel vriendelijke beveiligingsagent. Het was eigenlijk wel zeer leuk en zeer tof. Ja. Maar ja, we zijn hier dus hebben een leuke dag gehad. Het laatste uur hebben we niet veel meer gefilmd, maar we hebben nog, wel nog gefilmd. We hebben nog wat rapid kunnen doen enzovoort en eigenlijk wel fijn. Ja, ik moet eigenlijk, schaamrood komt mij nu hoog op de wangen. Ik moet zeggen dat ik Walibi heel leuk en heel tof vind en heel mooi geteamd vind. Behalve die ene zone die van Speed of Sound, daar vind ik nog niets aan helaas. Maar kijk, dit dasken is hier voorbij, ons tripje is ook bijna gedaan. We gaan nu, ik weet niet naar waar dat we gaan, maar we gaan eindigen op de camping. We moeten dat straks nog bekijken. Jeffrey, wat vond jij van de dag? Ik heb enorm genoten. Een van de, samen met Hallendoorn, ja. Zijn dat de twee parken die voor mij kop is geworden zijn. Deze trip. Met deze trip. En jouw favoriete achtbaan nu is Goliath, had ik gehoord. Ja, absoluut. Ik ben ook, ja. Als ik uit de achtbaan kom, ja. En ik loop direct terug naar de ingang, ja. Dat is echt wat hij komt.
Ja, dat is waar. Dat is lekker klein kind, die blijft. Jeffrey, Jeffrey, ik heb hier nog een zakje bij. Ja. En eigenlijk heb ik nog een cadeautje voor jou. Is het echt? Ja. Allee? Het heeft veel moeite gekost om dat in het geniep te kopen. Huh? Want jij kwam daar net in de winkel bij me staan. Yeah? En die verkoopster had dat door. Ik had haar gezegd dat dat voor een verrassing was. Yeah? En zij is net onder de toonbank alles gaan inpakken, speciaal. Dus daarvoor vond ik het al grappig. Allee. En jij was daar aan het kijken nog naar bankjes enzovoort. Yeah? Dus ik heb nog een cadeautje voor jou. Dankjewel. Alsjeblieft. Bedankt. Ik mag ook al kijken wat erin zit. Ja. Misschien moet ik jouw andere zak overnemen. Even naar een bankje. Ja, maar, we moeten af en toe misschien wat wandelen. Maar het is breekbaar. Het is breekbaar. Ah, oei. Die laat vallen. Nee, nee. Ze heeft dat speciaal ingepakt, zodat je het niet kon zien. Oh, Leon. Ja, de plezant van je laatst behalen, maar dat is niet erg. Een Goliath-tas met langs de achterkant al de specificaties op. Ik had dat zien dat je daar zat of te... Nee, ik had dat je kan zien staan, maar je liep dit keer rond mij, ik kon dat niet kopen. Vandaar dat ik jou eventjes naar het toilet heb gestuurd. Ja. Maar helaas, 106 kilometer komt hij al terug. Dan ga ik nooit vergeten wat ik gedaan heb. Ja, maar dan, terwijl je dat vast hebt, heb je al de prijs ervan af. Prutsen, voilà. Dat was het. 100 en lengte 1214 meter, de hoogte is 46,8 meter, een snelheid van 106 km per uur, alsjeblieft. Ja. En de duur van de rit is 1,32 minuutjes en een capaciteit van 1200 per uur per persoon, sorry. Oké, dus jij gaat het niet nooit vergeten als je daar straks een lekkere kop koffie of soep uitbrengt. Nee, het is jou gegund. Ik vind dat... Ik kan ook wel eigenlijk gewoon dankjewel, onkel Jurgen, zeggen. Dank je, Jurgen. Sorry, mensen. Dat al een indruk. Dank je, Jurgen. Het cadeautje. Alsjeblieft, dat is graag cadeau gedaan voor u. Omdat je hier een fantastische dag had. Ja. Voor de eerste keer in Walibi Holland. Je heeft net toch geen abonnement gekocht? Nee, ja. Maar het is een beetje ver voor ons om vanuit België naar hier te komen. Ik wil eigenlijk wel iets zeggen over het algemeen van de achtbanen. Ja. Allee, het is niet alleen deze attractie, deze achtbaan dat ik leuk vond, vond eigenlijk de rest wel allemaal ook wel heel tof. Ja, ik ook. Natuurlijk, de ene is nog altijd iets spectaculairder of anders dan de andere. Dat klopt. Maar ik zou geen verdere, op deze op één sowieso, maar ik zou geen verdere ranking kunnen maken als ze zo goed aan elkaar te wachten zijn eigenlijk. Ja. Behalve dan die ene, die schiet er eigenlijk echt wel vanaf. Ja. Maar goed, we gaan naar de auto en we gaan nog zien waar we naartoe gaan. Ik weet het zelf nog niet. Tot later. Pardon. Tot later. En jullie mogen een zak weer in. Maak je wel je ezeltje niet, hè? Joekes, we zijn ondertussen terug op de camping. Wel nog een groot avontuur meegemaakt onderweg toen we van Walibi kwamen. Net voor de oprit van de autostrade was er zo iemand die met zijn lichten achter mijn wagen zo wat aan het flikkeren was. En dacht even van, welke zot is dat hier? Maar die bleef dat doen en die reed mij voorbij en het was de politie. Ja, en waar kreeg je een medaille opgespeld? Inderdaad, bij de politie. Nu, we moesten die meneer, brave meneer volgen en wij dachten al van oei nee, wat hebben we hier verkeerd gedaan? Is er iets mis met de auto? Is er iets mis met de papier? Nou, wat dan ook. Nu, die brave man deed de routinecontrole en raar maar waar, het gesprek ging plots over pretparken. En Jeffrey is in de wolken, want meneer de agent zei dat hij grote fan is van de Efteling. Dus ik heb dan meteen mijn raam dicht gedaan en het is niet waar hoor, niet waar hoor. Nee, het was eigenlijk wel een leuke ontmoeting. Jeffrey was wel even bang dat we iets verkeerd gingen gedaan hadden. Zijn hartje sloeg hoeveel per uur, Jeffrey? Ja, toch eerlijk. Maar ja, ik was een vrije westen. Maar dat is de ene kant, zit altijd een beetje op je hoed. Hè. Ja, dat is wel waar, dat is wel waar. Maar goed, dan zijn we nog iets gaan eten naar een restaurantje in Zwolle. En dan zijn we nu naar hier toegekomen. Omdat we eigenlijk al een beetje moe zijn en eigenlijk wel vroeg in ons beddeke willen kruipen. Terwijl Jeffrey hier nog op zoek is achter een snoepje om te eten. Die brave man doet dat. Het is onze laatste nacht hier op de camping en morgen is er terug een dagje. Wat we gaan doen, nou weten we nog niet juist. Oftewel wordt het, we weten nou wel juist. Om te zien hoe laat we hier weg raken. Normaal zouden wij nog eens voorbij de Efteling moeten gaan. Dus beste Jeffrey weet het al. Mogelijk, we gaan zien. We zijn ook nog van plan. We willen ook nog boodschappen doen in de Jumbo. Voor thuis, om een stukje van Nederland mee te nemen naar huis. Kijk, ja. En misschien nog ergens een terrasje gaan doen of zo. Dat zien we wel.
En dan moeten we de lange weg naar huis terugkeren. Want het is dinsdag terug, werkelijke dag. Maar dat gaan jullie de volgende vlog van morgen zien. Niet waar, nonkel Jeffrey? Ja, het was echt top. Ja, maar het is duidelijk dat onkel Jeffrey niet aan het opletten is wat ik hier allemaal zeg. Wat ik doe, dat hij heel avond aan het slapen is. Nu, dat komt ook omdat Jeffrey mijn banaanstuk heeft gemaakt. Banaan zie ik jullie zeggen. We hebben vandaag ook een spelletje in het Lundapark gespeeld. Zo met die muntjes en van die dergelijke meer. En ik had zo'n mooie bananenprijs gewonnen. En in de auto heeft hij net mijn banaanstuk gemaakt. Dus ben ik een beetje boos op Jeffrey. Maar hij gaat dat goed maken. Maar ik weet niet nog niet meer wat. Niet waar. Maar goed, ik ben hier nog helemaal even omdat ik deze vlog nou wou afsluiten. Vond je dit een leuke video? Geef dan zeker een duimpje. Abonneer op dit kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben. En ja, wil je ons laatste dag van ons avontuur hier in Nederland en Duitsland nog verder volgen? Kijk dan naar de volgende vlog. Dat zal de laatste vlog zijn van deze reeks. Dus, beste mensen, dank u wel voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Jeffrey, wil je nog iets zeggen tegen de kijkertjes? Ja, abonneren en liken. Ja. En ja. Jeffrey heeft ook nog een kanaal. Ja, Roller Coaster Channel. En niet te vergeten op TikTok. Prins Jeffrey. En wil je ook mij zien met bootjes of zo, dan zoek je mij ook wel eens op TikTok. Dat kun je nu voortaan ook vinden bij Vitanimo Pretpark Fun, denk ik. Maar ik denk dat ik die naam nog ga aanpassen naar gewoon Vitanimo. Kan mij ook nog volgen op sociale media. Instagram ben ik ook wel een beetje actief. En op Facebook ook. En wil je een reactie, wil je gewoon iets laten weten. Of je weet, wil je wel een keer meegaan met onkel Juren op een van de avonturen. Ik zeg nu zomaar iets, maar laat het gerust weten. Maar voor nu ga ik jullie uitzwaaien en zie ik jullie graag terug. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Bye bye. The following day. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen en welkom bij Vitanimo Vlog. Toen had ik het helemaal wakker, maar we zijn hier bij daske 6 van onze trip. En we weten bij God nog niet waar we naartoe gaan. Want het was een zeer onrustige nacht, want de dader die ligt daar neer op de grond. Mijn luchtmatras heeft het begeven, dus lag ik op de vloer, koud aan mijn rustje en niet zoveel uurtjes te slapen, dus weten we nog niet wat we aan doen. Maar we zijn hier aan het opruimen, we zien er nu lege tentjes achter ons staan. En de heer Jeffrey de Visser is hier ook, die ken je waarschijnlijk wel. Dat is hem. Wel, die gaat als tegenprestatie, omdat hij een van mijn tenten gebruikt heeft, die tent proberen op te vouwen. Jeffrey, moeilijk. Neem die tent die? Vast en kom naar hier, naar een plaats waar dat je veel plaats hebt. Eventjes dat wat plaats maken en ik ga hem instructies geven. Goed zo, Jeffrey. Ja, plaats gaan zo, goed. Okay. Ga nu naast de tent gaan staan daar. Ja, je neemt nu het zwarte stukje. Ja. Je neemt, maar je blijft op dezelfde plaats staan, daar moet je staan. Ja. En je zet dat zwarte stukje bij dat groen. Dat groene stukje. De andere kant hetzelfde, maar eerst moet jouw tent dicht. Dat ga ik eventjes doen voor jou. Oei. Sorry voor een beetje de stuntelige beelden. Wat zeg je? Niks. Zo, dat is gebeurd. En je neemt nu dat uiteinde, Jeffrey. Ja. En je gaat nu bij het groene, zoals bij het groene neem je ook vast. Zo, wat gaan we nu doen? Daar sta je dan, hè? Ja, samen doen. Je staat er mooi bij. Ja. Ja. Nu ga je met jouw ene hand, maak je zo'n beweging. Met dat hand maak je zo'n beweging. Naar hier. Nee? Ik ben er zelf even een draad kwijt. Ik heb dat al zoveel gedaan dat ik een draad kwijt ben. Wacht, ik ga een keer jou meenemen. Hup. Hup. Zo. Voilà. Ja.
Kijk, dan doe je zo'n beweging en zo'n beweging. Ja. Nee, je hoeft niet te helpen. Dan draai je dat een kwartslag met het blauwe. Misschien, en dan druk je daarop. Draai je dat zo. Zo. En dan hou je dat dicht. Dan stop je dat zo met je half tussen je benen. En dan gaan we dat daar rond doen. En dan neem je de zak van de tent die daar ligt. En dan stop je dat daarover. Zo, Jeffrey. Dus gaan we dat nu volledig opnieuw doen en Jeffrey gaat een keer doen nu. Ik probeer, dan gaat het wel af. Nee, maar dat is een ander systeem. Want dat gaat wel niet doen, hè. Had ik in de zak pakken, want de handleiding staat in de zak. Dus, de bedoeling was dat Jeffrey eigenlijk die tent ging opvouwen. Maar ik heb het zelf gedaan. Ik kan dat. Mijn onkel Jurgen kan dat. Maar kijk, we gaan hier verder opruimen en dan gaan we misschien straks zien wat we nog gaan doen of waar we nog gaan gaan. Jokes. Hey. Jeffrey. Jeffrey. Waar is Jeffrey? Ja, juist. We zijn al een paar dagen later dat ik nu die outro weer, of jullie nog een keer ga toespreken. We zijn vanmorgen vertrokken op de camping en het was eigenlijk de bedoeling om nog naar de Efteling te gaan. Maar eigenlijk, onze voetjes deden massaal veel pijn en we dachten, laten we op het gemakje doorgaan. En dan zijn we nog onderweg gestopt, nog aan een kringloopcenter, dat doen we ook wel graag op een schattenjacht. We hebben wel het een en ander gevonden. En dan zijn we nog Nederland nog inkopen gaan doen. En dan zijn we op het gemakje naar huis gereden. En eigenlijk was het wel een verstandige keuze, maar na 5 parkjes en 5 dagen, de 6e dag was het te veel. Ik had ook die nacht niet zo goed geslapen, wegens luchtmatrasproblemen. Maar goed, we zijn heel huis thuis geraakt. Ja, ik neem het hier op. Het is ook vanuit de Efteling, maar het is op een andere dag. Ik weet dat het ingewikkeld is, Maar ik kan nog geen einde om deze vlog te doen. Maar goed, kijk, dat was ook het einde van onze 6-daags tripje. 5 parsjes gedaan. Dankjewel Jeffrey voor het leuke gezelschap. We hebben eigenlijk wel veel plezier gehad. En in de auto hadden we al heimwee van zodra we ons huis, of dat huis, of België, de Jeffrey's huis en mijn huis naderen. Maar goed, kijk, ik ga deze reeks van 5 vlogjes van ons tripje door Nederland ook afsluiten. Vond je dat een leuke reeks of vond je dat een leuke vlog? Geef dan een duimpje, ja, en abonneer ook. Abonneer kan je ook. Bezoek ook eventjes Jeffrey's kanaal, Rollercoaster Channel, dacht ik. Ik zie jullie graag, maar dan ook heel graag terug in een volgende filmpje. En als je heel goed kijkt, is het ook. Dat shot gaat hier ook nog een keer in een andere filmpje zijn. Het is allemaal ingewikkeld, ik weet het. Maar goed, salutjes. Tot bij leven en welzijn, zou ik zeggen. Salutjes. Doei, doei.